Op woensdag 31 augustus was het 100 jaar geleden dat Anthony Fokker met zijn zelfgebouwde spin boven Haarlem vloog. De stad viert dit historische moment met een festival dat helemaal in het teken staat van Fokker en luchtvaart. Dat er zo lang aandacht aan besteed wordt. Ja. Mooie vliegtuigen in de lucht, gezellige sfeer. Wel gezellig. Lekker weer, pilsje erbij. Ken niet op. We zijn oud Fokker-medewerkers. Ja, van 20 jaar geleden. De spin, hè? Dit is de spin. Ja. Dat is de oude spin. Ja. Ja. Toen hij binnenkwam. Heel bijzonder. We wonen bij Schiphol, dus alles waar het begonnen is, moeten we bij zijn, hè? Als morgen weer een hernieuwde start is voor Fokker en je vraagt aan iedereen die er gewerkt heeft, ik denk dat 90% overmorgen weer in dienst is bij Fokker. Want zo was het. Eén grote familie. Ja. Ook Schiphol en Fokker zijn met elkaar verbonden. In 1951 vestigde de Nederlandse Fokkerfabriek zich op Schiphol-Oost. Ja, Anthony Fokker was een van de grote pioniers van de Nederlandse luchtvaart. En samen met Albert Plesman en Jan Dellaert is dat driemanschap verantwoordelijk voor waar we ooit begonnen zijn en dus ook waar we nu gekomen zijn. Nou, was Anthony Fokker was echt een pionier. Ziet Schiphol zichzelf ook zo? Ja, wij zijn altijd pionier geweest. Zowel toen we begonnen ongeveer 100 jaar geleden op dat modderige veldje op Schiphol-Oost, als nu nog steeds, waar we proberen op het gebied van innovatie in onze processen echt vooruit te lopen op de rest van de wereld en daarmee die pioniersrol te blijven invullen. Het Fokkerfestival duurt tot en met 4 september in de binnenstad van Haarlem. Kijk voor meer informatie op fokkerspincentennial.nl.